ik heb even boodschappen gedaan en die gaan we even uitruimen. Zo, dan heb ik alles gehad. Even om hier alles op te ruimen. Maar wat is het even lekker om best vers, fris, fris, lekker. Heerlijk. Wat ik nu heb, vind ik zo eigenlijk vervelend. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pats, zoals iedereen weet. Oh, ik voel me een stuk beter, ik voel me uitgeruster. En wat ik nu ga doen is lekker koffie zetten. En kan je eten geven. En sowieso, genieten van een nieuwe dag. Kan je zitten mouwen zoals jullie horen. Maar ik krijg eten. Hè? Ja. Ja, jongen. Ja. Oh, jongetje toch. Oh, wil je eten? Ja. Zo. Ja. Ja, jongen, komt eraan, je eten komt eraan. Zo. Hoppakee, die heb ik gedaan. Zoveel ga je ook weer niet. Ja. Zo. Tussentijd ga ik lekker koffie zetten. En dan editen. Alleen even iets meenemen. De suiker. En die moet ik eigenlijk ook vanmiddag halen eigenlijk, suiker. Omdat suiker eigenlijk bijna op is. Dus. Maar het komt goed. En dan aan die ding. Tussentijd, wat ik nu ga doen is rolgordijn omhoog, moet ik nog radio aanzetten en dan lekker genieten van een nieuwe dag. Oh, ik voel me gisteren zo nog, ik wil voor mensen die niet weten, zo KUT, beroerd. Ik heb toen eigenlijk zelfs de eerste helft van Feyenoord gisteren helemaal niet gekeken. Maar ik weet wel waar het beroerd van wordt, of misschien niet echt lekker in het vel lekker was. Omdat ik laat ging slapen. Dus ja, stomme fout van mij. Maar ja, ik ben gewoon geen type die vroeg slaapt. Dus vandaar dat ik gisteren niet echt zo lekker voelde. Maar ja, toen ben ik weer eigenwijs. En ik kan niet meer uitslapen van mijn gevoel. Dat ik gewoon vroeg wakker word. Dus dat. Ja. In ieder geval even lekker radio aangezet. Editen even afmaken. Koffie doen. En dan klaarmaken om weer te werken. Maar eerst even volgen editen. Zo, ik heb even boodschappen gedaan. En die gaan we even uitruimen. Want ik heb brood gehaald. Maar ik heb al zitten denken om mijn werk toen ik onderweg ging. Doe deze mijn weg voor de zekerheid. En dan heb ik nog brood in de vriezer. Dus die gooi ik daarin. En deze in de vriezer weer. Zo, hoppa. En dan, ja, dat dus. Suiker heb ik even gehaald. Ik heb deze, kan in een fles. Tomaat, komkommer. En voor lekkere dingen. En nog komkommer. En twee potten pindakaas. En nog iets, en dat is, even kijken, smeerleverworst, ook nog. Dus dat, en dat was het. Dan wat, en deze nog in de koelkast. En dat was het, en nu even een paar dingen achter de computer doen. En dat is, vlog in de rende gooien. En ja, dat, ik ga nu even dat allemaal doen. Achter de computer, maar voor mij staat hij al aan namelijk. Zo, dan heb ik alles gehad. Even om hier alles op te ruimen. Wat ik enig zou doen is even was aanzetten. Want dat moet ook nog even gebeuren. Dus dat ook nog wat bedlakens. Want ik heb alles even clean gemaakt. Wc.
afwas, moet alleen nog opruimen. En dat was het. Ik heb haar kleren, had ik een punt doe ik was, naar bij mijn bed liggen. Maar ook zelfs schonen. Dus ja, ik dacht, ja, hoe ga ik dat doen? Nou, weet je, ik gooi het lekker alles in de was. Heb ik dat alvast gedaan. En toen Thijs trouwens aan het slapen ben, heb ik trouwens Ganja hier helemaal overgekrapt. Waarom nou, Ganja? Ja, waarom nou? Maar ja, ik ga even boodschappen doen. Moet even gebeuren. Tas mee. Sleutels mee. Let's go. Richting Gouwplein. Laten we dat even doen. Oh, wat heb ik heerlijk gegeten. Maar wat ik ook nu zie is dat mijn tv uitvalt. Maar wat is het even lekker om best vers, fris, fris, lekker bed te hebben. Eigenlijk, als ik zo kijk. Oh. Maar ja, ik heb ook al op de in was gedaan. Maar die moet ik blijkbaar nog ophangen. Dus dat gaan we ook maar even doen. Eerst even maar openzetten. En dan dadelijk direct pakken. Als deze niet valt. En dan ga ik die was ophangen. En dan hebben we alle was gehad. Dus dan is het hele huis weer clean. Alles gedaan in ieder geval. Ja, ik zeg eerlijk. Wat ik nu heb, vind ik zo eigenlijk vervelend. Dat is dit. Dat mijn huiskamer vol zit met de was. Helemaal. Daar baal ik wel een beetje van. Maar, ja, je moet ook positief naar kijken. Gewoon dat het wel gewassen is. Dus, ja. In ieder geval, ik ga nu maar even lekker relaxen. Leen nog even radiootje aan. Want die wil ik nog wel aan hebben. Als je wilt doen, mijn radio. Dus, dat voldoende. Dus, ja. Nu maar even dat even lekker relaxen. YouTube kijken. Oh, ik ga even klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Ik heb even lekker YouTube zitten kijken. Ik wil even een keer op tijd slapen. Lekker op tijd naar bed. Al is deze vlog wat kort. Maar het boeit me even niet eigenlijk. Want ik vind mijn gezondheid en dat ik op tijd naar werk ga. En tijd wakker word en zo. Even nu belangrijker. Morgen alles opruimen hier zo. Van deze troep. Dan sowieso dit. En daarna de volgende dag die. Dan heb ik alles al gehad. Nu maar lekker klaarmaken om de bed. Het enige wat ik nog ga doen is eigenlijk water vullen. En ik ben blij dat ik eindelijk water kan vullen eigenlijk. Dus dat, want hij is bijna op. Namelijk die water. En eigenlijk heb ik vandaag geen begeleidingsmoment gehad. Omdat een van de begeleiders ziek is. Ja, ziek, ja. Ik kan het dus niet meer aansteken eigenlijk. Alleen dit moet ik nog eigenlijk ook nog opruimen. En dan heb ik alles gehad. Hier zo'n huis. Dus lekker klaarmaken, naar bed toe te gaan. En morgen weer een dag. En ik hoop dat ik dan de leukere vlog maak. Al is het, ja, dat. In ieder geval, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou ik het tof vinden als je me niet abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers een gunnende vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters! Zo, ik heb even net gedoucht. De hele dag zo, maar ook even mijn theetje aangezet. Dat doe ik alleen maar als ik heb zo zin. Ik heb lekker twee dingen te doen: vlog te kijken en voetbal. En dan ga ik mijn eten eruit halen. En...